Kijk even, Capri in de zak, Speed uitvoeringen, Sierra Cosworth, Escort Cosworth, RS200 is het. Zo jongens, we zijn in Maastricht, leuke plek, het MEC. Interclassics gaan we kijken, dus een mooie beurs, de oldtimers. Ze geven ze aan, maar er staan ook wel wat modernere spullen. En eigenlijk wel een beetje wat dichter bij mijn hart ligt. Maar het hoeft niet bij jullie hart te liggen hoor. Maar ook veel youngtimers. Vanaf dat ik zeg maar, een beetje kon nadenken en over auto's dromen. Zo jaren 80. Dat vind ik het leukste. Maar er staat ook wel echt bijzonderder oud spul. We gaan een leuk rondje doen. Sfeerimpressie. Het is vandaag donderdag 11 januari. Dat is de eerste dag van de beurs. En ze gaan door tot zondag 14 januari. Dus nou ja, deze video gaat natuurlijk op Autoblog en op het YouTube kanaal. En dan kunnen jullie wellicht nog heen. En anders zie je dus in de video. Wat er allemaal stond. Nee, het is echt belachelijk veel. Het is echt veel. Dat is wel gaaf. Dus we gaan gewoon die kant op. Kan ons schelen en leuke dingen zoeken. Leuke dingen. Ik ben even hier gestaan, willekeurig stand aan het begin van Interclassics. Het is wel grappig, hier zie je de diversiteit van de auto's die je hier kunt zien. Naast mij een 635 CSI, dus uit de jaren 80. Porsche 928 is ik ook uit de jaren 80. Die velgen lijken me niet helemaal passen erbij. Maar ook een SL65 AMG, Jaguar F-Type, daar gaan we er meer van zien. Ford Mustang, Volkswagen, ik moet altijd weer denken, is T1 volgens mij dit. Mercedes 190 SL, Ferrari F40 en een pre-war Bugatti. En dan ga ik eigenlijk zeggen, ja, ik heb niet zoveel met die pre-war dingen, maar als ik dan kijk naar die Bugatti, dan denk ik, ja, dit is wel echt vet. Dit is wel autorijden in de puurste vorm. Moet je kijken, weet je, spatborden? Nee, dat hebben we niet nodig. Dan word je maar iets natter. Je hebt een heel klein voorruitje. Hij is lekker zeg maar, opengewerkt en zo. Ik wil geen idee over de originaliteit van dit apparaat. Geen idee. Maar ja, 3,3 liter supercharged 8-cilinder motor. Ik denk een 8 in lijn dan. Hè? Dat hebben we ook nog. Geinig. Heel geinig. Ik zei F-type, hè? Maar het was een E-type daar. Dit is een F-type. Bedankt jongens, dat je het ook nog even in de reacties voor mij toelicht. Ik ook gaaf, Ferrari Testarossa. Maar deze heeft prominente voorbezit. Zoals ze dat in Duitsland al mooi zeggen. Klaas Bruinsma. Ja, misschien een beetje. Het zal niet bij iedereen passen, maar het is natuurlijk wel bijzonder dat het zijn oude auto is. In zo'n Testarossa. Ik denk voor veel mensen een jongensdroom. Maar overigens echt wel grappig. Net werd ik door iemand aangesproken. We hadden het over auto's. En toen zei hij, ja nee, ik heb echt wel mijn droomauto gekocht. Echt sinds kinds af aan wilde hij die hebben. En dat was dus inderdaad een Testarossa. Ik vind het ook wel echt een plaatje. Het is maar eigenlijk wel unieke auto ook in het Ferrari-tijdperk. Hè? Omdat ze voorheen echt zeg maar, hele elegante Ferraris bouwden. En Lamborghini had ook met de Countach best wel succes. Hè? Was veel uitgesproken auto. En toen hebben ze bij Ferrari gedacht, weet je, wij gaan ook eens wat heftiger neerzetten. Ook met die zijkanten, met die sleuven en zo. Maar echt wel een stijlbreuk met andere Ferraris. Maar nou ja, echt een design-icoon. En gewoon het kopieer. Voor slechts 150.000 euro, dit exemplaar. Maar er staan er meer. Dus je kunt hier gewoon dan een beetje onderhandelen. Zeg je, ja, nou, bij die andere was die goede koper. Dan zeggen ze, maar ja, deze is van Klaas Bruinsma geweest. Dat is ook leuk. Van alle auto's die er staan, die heb ik heel mooi opgepoetst en of gerestaureerd. Dit is dan toch ook wel leuk om te laten zien, hè? Hoe ver je nog zo'n auto schoon kan maken. Ze hebben hier, nou ja, dit is dan een poetsbedrijf. Ik ken ze verder niet hoor, geen sponsor van de video, absoluut niet. Maar die hebben echt exact de helft van een Mercedes W124, een 201, die lekker veel kilometers had gemaakt, helemaal netjes gemaakt. En dan denk je, ja, fabrieksnieuw, ja, van een afstand misschien soort van wel. Maar hier echt gewoon bubbeltjes van de roest en zo. Ja, dat heeft hij dus niet aangepast. Maar je kunt dus wel toch echt best wel behoorlijk schoonmaken. En ook het interieur. Dat is dan echt wel humor. Ja, maar op die bestuurdersstoel, nou, wil je best zitten. Op de passagiersstoel, nou, die laat ik dan toch even gaan, geloof ik.
is ook wel het thema van de Interclassics. Even met wat cijfers de kilometerstand op de vooruit plakken. Dat je het gewoon meteen ziet. Hè? Deze is 15.800 kilometer. Is niet zoveel. Hier een Audi RS6 met nog maar 30.000 kilometer. Ja, dat is inderdaad ook niet zoveel. Maar ja... Nou ja, weet je, is ook wel handig. Dat je gewoon meteen ziet, oeh, dit is toch wel even interessant. En dit, voor in je collectie wil je natuurlijk eigenlijk een model met... Ja, ik denk altijd, of heel weinig kilometers, of heel veel. Want dat is ook weer leuk, weet je. Als je gewoon een hebt met 500.000 kilometer die er nog best netjes bij staan. Maar ja, er zijn best nog wel veel van dit soort pareltjes te vinden met echt lage kilometerstanden. Maar de koning, die staat bij onze vrienden, zou ik bijna zeggen, van Porsche en Gelderland. Maar daar lopen we straks dan nog even heen en dan ga ik hem jullie aanwijzen. Ja, Martijn maakte hier helemaal niet een leuke grap over. Dit zijn de auto's waar ik ook nog bij heb gestaan om te autorijden. Dus die auto's op zich nog niet zo heel erg oud. Ja, niet non-classic, maar ja, ik wel. Nee, ja, Youngtimer natuurlijk. Je ziet wel, E36, E46 natuurlijk wel. E46 nog niet helemaal classic, E36 natuurlijk wel. Want ze zijn langzaam een beetje aan het verdwijnen. Dus eigenlijk is dit het moment om te kopen en hem weg te zetten. En ja, wel leuk. Ik heb er natuurlijk nog steeds wel iets mee. Of een leuke bouwer cabrio daarnaast. Wat eigenlijk best een raar concept is. We halen de achterruit eruit en een groot schuifdakachtig iets. En toen later ging BMW zelf ook toch maar een echte cabrio bouwen. Die overigens inderdaad behoorlijk tordeerde die koets. Dus het was wat dat betreft niet zo'n gek idee om nog wel iets te laten staan van het dak. Het thema van de Interclassics is Ford Performance. Dus we hebben hier echt ja, wat unieke Fords staan. En ik kan me voorstellen, ja, Ford zal wel. Maar kijk even. Capri in de zak, Speed uitvoeringen. Sierra Cosworth, Escort Cosworth. RS200 is het. Oudere Cosworths. Mustang Racing. We gaan zo even een paar highlights uitpakken. Want ja, hier kan je een hele documentaire aan wijden. Maar ja, dat zouden we eigenlijk ook willen rijden. Dus Ford, als jullie kijken, Capri, ja, weet je, het is toch wel echt een bijzondere auto. En toen bouwden ze nog sportieve coupés. Dat segment is een beetje uitgestorven bij de betaalbare merken inmiddels. Maar dit is een RS3100, 3,5 liter, of eigenlijk 3,4 liter grote V6, 450 pk, weegt iets meer dan 1000 kilogram. Dus nou, dat ging ook wel echt hard, snoeihard in de tijd. 280 kilometer per uur. En moet je kijken, zeg maar, uitgeklopte wielkasten. Weet je, die dam van een spoiler, zeg maar, aan de voorkant. Die er overigens echt opgeschroefd is, zie ik nu. Dat is wel geinig. Ja, het is wel geweldig. Weet je, dit is gewoon wat ruiger of zo. Hè? Als je dan moderne Formule 1 auto's kijkt met al die kleine winglets en dingetjes en bargeboards en zo. Dat kan allemaal afbreken. Dit lijkt wel tegen een stootje te kunnen. En ja, hier dan daarnaast Ford Sierra Cosworth RS500. Ook weer een raceversie. Dus nou ja, je ziet, hij heeft geen interieur, maar een stoeltje erin, een grote rolkooi. Dit was de turbo tijdperk. Hè? Een 2 liter 4 cilinder turbo. Jullie mogen even raden het vermogen. Nee, is fout. 540 pk. 540 pk uit een 2 liter turbo. Dat is best heftig. En wat ik heel gaaf als ik gewoon deze Sierra Cosworth heb gevonden. Ja, die achterspoiler die dan zeg maar bijna met het dak gelijk loopt. Ja, zo'n soort dubbeldeks spoiler. Staat daarnaast overigens een straatversie. En dan zie je dat die raceversie, straatversie echt wel dicht tegen elkaar aan zitten. Nou ja, aan escorts inderdaad. Geen gebrek hier. Toch wel leuk, hè? Want jullie denken bij een escort aan een vrij brave familieauto met voorwielaandrijving. Ja, die zijn er ook. Meteen later. Dit zijn achterwiel aangedreven. Raceversie, rallyversie, straatversie. Voor die tijd echt veel vermogen. 1.6 met 113 of 120 pk in de WRC-uitvoering. Dus dat is echt best wel oké. Okay, want die auto's, weet je, 800 kilogram in die orde van grootte. Een beetje afhankelijk van de uitrusting of de raceversie was of niet. Dus reken maar dat je hier zeg maar lekker de hooligan mee kon uithangen. Dat is dus goed dat ze dat niet hadden in mijn tijd. Zeg maar voor weinig een achterwiel aangedreven voor het escort. Want dan hadden we vast hele foute dingen mee gedaan. Maar ik vind het is wel echt gaaf. Oh, ik sta nu tussen de continenten in. Dit is de Atlantische Oceaan. We hebben hier de Europese smaak. Dus Ford Capri,
Ook ruig, hè? Daarachter, daar begonnen we. Deze is nog ruig. Maar dan hier links, Verenigde Staten, natuurlijk ook wel wat forts geleverd. Mustang Trent M. Roush. Kijk joh, dit is toch gewoon ook wel zo ruig en echt wel zo racy. Je ziet hier ook hier de line-up. Dit zijn zeg maar de nog serieuzere racebolides. Het is ook lachen, hè? Die luchtslangen om wat koeling in het interieur te krijgen. Zeg maar hoe basic dat dan toch wel weer was. Maar erg gaaf. Natuurlijk met een V8. Niks met een 6-cylindertjes of 4-cylinder turbo's of zo. Destijds gewoon een beetje cubic inches en daar ging je pas echt hard mee. Ben jij ook je afgezaagde politie Porsche zat? Tada! Dit is toch echt zo ontzettend vet. Alfa Romeo Alfetta, sowieso natuurlijk een bijzondere auto. Dit is een 2 liter, een origineel carabinieri uitvoering. Dus inclusief alle zwaailampen en zo. En deze auto heeft echt dienst gedraaid. Overigens maar 13.563 kilometer. Dus dit was een soort reserveauto. Maar hij heeft echt alle uitrusting, inclusief de mitrailleurhouder. Het is toch gewoon geweldig. Je moet je voorstellen dat je hiermee rond... Dit vind ik echt een van de toppers die ik hier zie. Zo ontzettend leuk. En dan eigenlijk valt de prijs me wel mee. Voor 36.750 euro. Nee, serieus. Je hebt wel echt iets unieks. Hier val je wel mee op. Ja, zie je, toch weer zo'n sticker op de voorruit. Hè? Met laag kilometerstand. Maar ja, wel bizar. 991 kilometer voor een Porsche 959. Dit is een comfortuitvoering, dus die is dan toch. Ja, heb je wel comfort. Zou je dus juist wat kilometers mee kunnen rijden. Een boxer 6-cilinder met 2 turbo's voor wielaandrijving. Eigenlijk de ideale reisauto, zou je zeggen. Dus iemand kan hem gewoon nog goed inrijden. Dat kan ik ook voor jullie doen hoor, dat maakt me allemaal niks uit. En daarna lekker kilometers maken. Het is wel een goed ding trouwens. Hè? Er 292 stuks maar gemaakt van zo'n deze 959, de comfort. 450 pk. En de voorloop eigenlijk van de 911 Turbo. Heel tof. Prijs op aanvraag. Nou, als ze dat zeggen bij Porsche Gelderland, dan weet je het wel, zou ik bijna zeggen. Ik heb geraden welke bracket het ongeveer zit. Maar wel heel bijzonder en heel tof. En eigenlijk, stiekem ook wel zonde. Iemand heeft ooit die auto besteld en er is nooit echt mee gereden. Maar goed, dat kan ik dan voor je gaan doen. Als jij hem koopt, ik rij hem wel over de 10.000 kilometer. Geen probleem, doe ik zo. Hey, weer een Testarossa. Maar stel dat je nou wat obscuurders wil. Maar ook, dit ademt ook de jaren 80. Een Tommaso Longchamp. Hoe ga ik het uitspreken? Het is natuurlijk Italiaans merk, maar ja, ook wel een beetje Amerikaanse route. GTS met een V8. Origineel Europees geleverd staat erop. Geniale kleurencombinatie natuurlijk eigenlijk. Dat goud met bruin leer. En kijk eens even hoe dik die op zijn wielen staat. Also, dat is toch wel ook wel een gaaf merk. En ja, alleen niemand kent het. Als je zegt, ik heb een Ferrari Testarossa, daar hebben mensen wel een beeld van. Maar als je zegt, ik heb een De Tommaso. Dan zeg je, oh ja, nee, ik heb zelf een ander merk blender of stofzuiger. Dit is echt onbekend, maar wel ja, heel gaaf. Dik. Ja, dit is natuurlijk echt een klassieker die enorm in waarde aan het stijgen is. Maar je moet hem wel in een goede kleur hebben. Dat is natuurlijk ook voor de BMW-liefhebbers. Alpina-liefhebbers wel wat te zien. Dit is wel mooi, hè? M3 koets, maar dan met 6-cilinder van Alpina. En kijk eventjes, wissertjes op die gele koplampen. Ah, dat is toch wel redelijk geniaal. Maar kijk het rijtje even met mij mee. BMW 2002 Turbo is natuurlijk ook echt icoon. En echt een auto die echt een impact heeft gemaakt. En ik vind het ook gaaf, weet je wel. Die spoilers die ze destijds deden. En die bumper een beetje weggewerkt. Dan alweer een Alpina B7. En dan hebben we een M535i E12. Ook gewoon gaaf. En ook met die BMW M kleuren. Op die soort oude auto's mag dat dan weer. Nou, dan gaan we naar iets normalere auto's, maar dit is nog steeds een Alpina B10 V8 E39. En hiernaast Alpina B12, long wheelbase, ja, weet je, ook wel geweldig. Wel gaaf rijtje zo, hè? Zo weer bij elkaar. En als je niet van BMW's houdt, dan kan je gewoon omdraaien. Staan hier Ferraris, Audi's, heel veel Jaguars, Porsches. Ze hebben veel Porsches hier ook wel. Je ziet vooral zo'n 996, ja, dat zijn echt potentiële klappers natuurlijk.
Het seizoen is weer begonnen, skiën. Ja, en hoe neem jij de skis mee in je Saab 900 Turbo Cabriolet? Nou, met deze optionele skihouder. Ik denk dat het zou best origineel Saab kunnen zijn. Alhoewel, nou ja, misschien ook wel niet. Maar het is wel inventief. Wel geinig, hè? Zo kan je dus mee. Had ik al gezegd dat de kilometerstand vaak op de voorruit staat. Nou, deze dus 6500 kilometer. Overigens wel verkocht. De beurs is 1,5 uur bezig. Kan snel gaan, hè? Maar het is natuurlijk wel bijzonder. Zo weinig kilometers. Goede kleurstelling. 316i. Nee, ik heb geen idee. Maar op het moment dat een auto ouder wordt, op een gegeven moment moet je natuurlijk wel dingen aan gaan doen. En zeker de echte classics. Ja, weet je, de patina is heel gaaf, maar heel veel auto's is natuurlijk wel een keer wat aan gebeurd. Of moet je kleine dingen laten gebeuren. Dus je hebt hier, kan je ook gewoon eens meekijken. Nieuw bekleden van een auto. Dus, nou ja, weet je, de stoelen en andere dingen natuurlijk. Eigenlijk gewoon een naaimachine en, nou ja, leerstikken. En er zijn hier nog wel meer dingen te vinden. Stuurwielen bijvoorbeeld. Maar daar ook carrosserie. Hoe je dat zou kunnen opbouwen. Motoren moeten natuurlijk opnieuw. Kan iets aan gedaan moeten worden. Ja, wat dat betreft. Zou bijna zeggen. De moed zak je in de schoenen met zo'n oude auto. Maar dat valt ook allemaal wel mee. Het is allemaal wel weer te repareren. Mocht er iets zijn. Of te verbeteren. En dat is wel zo. Vaak met de klassiekers, op het moment dat je zo'n motor weer een beurtje geeft, denk je, oh ja, zo hoorde die dus echt te rijden. Hè? Natuurlijk, met de jaren krijgt natuurlijk toch wat slijtage. En het is wel geinig om zo te zien. Hier ligt best wel wat onderdelen. Zijn hier nog iemand iets nodig heeft van de Maserati? Want dat ligt hier gewoon op tafel, hè? Ja, dit zijn dan toch ook auto's waar ik even op aansla. Hier in de buurt gebouwd, in Born. Born in Born, staat ook op de kentekenplaat houden. Volvo 480 ES. Eigenlijk lang geleden dat Volvo dat soort gekke dingen nog bouwde. Echt van een vierzits coupé. Met een lekkere, de achterklep is de achterruit, is de achterklep, zo moet ik goed zeggen. Vier stoelen. Gewoon wel een bijzondere auto. Hij was er ook als turbo, dan wordt hij iets minder langzaam, zou ik dan bijna zeggen. Niet heel snel. Dit is wel, het is inmiddels wel op leeftijd. Het is een dame, zo moet je het goed zeggen. Het is echt onmogelijk om jullie alles te laten zien. Achter mij wel meer de Youngtimers. 997 Turbo S, een bijzondere specificatie. Clio V6, ook leuk. Dan de Maseratis. En dan hier het echte oude spul, een Talbo. Daar zie ik een Corvette volgens mij, maar dan ook wel weer een 924 Carrera GT. Dat is ook bijzonder overigens. Nee, maar je ziet het. Heel veel verschillende dingen. Van echt klassiek tot nieuwer. Echt nieuw, niet helemaal gelukkig. Maar weet je, gewoon een mooie mix over de Interclassics. Dus mocht je nog tijd hebben, 11 tot 14 februari. Januari natuurlijk, we zitten in januari nog. Je kunt nog even hier komen, het MEC in Maastricht. En anders, we maken nog wat video's. We gaan nog even een soort van winkelen voor onszelf, dachten we. En een soort top 10 samenstellen. Dus er komt nog wat videocontent aan. Dus hou ons YouTube-kanaal en de website in de gaten.